We zijn hier in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam bij het evenement Trends in Export van Atradius en Evo Fenedex. In 4 live-uitzendingen vanmiddag spreken we met inspirerende ondernemers over geld verdienen in het buitenland. Welkom terug in de Johan Cruijff Arena. Eerder spraken we al over de export van voetbal. Maar nu, de vijf zit in de klok. Het is tijd voor bier. Export van bier. Want wij zijn een grootmacht als het gaat om de export van bier. Hebben we even op een staartje gezet. Wij exporteren namelijk zo'n 1,9 miljard liter per jaar. En daarmee zijn we de grootste bierexporteur van Europa. Nog voor Duitsland, bierland Duitsland, en nog voor bierland België. Dus ja, hoogste tijd om eens te praten over dat belangrijkste exportproduct. En dat doen we met Sebastiaan Berkes van Beerwulf, een platform voor de verkoop van bier in Nederland, maar ook daarbuiten, ja. Als ik het goed zeg. En met Michel Ordeman van Jopen, de brouwerij uit Haarlem. En inmiddels ook actief op de internationale markt. Sebastiaan, even met jou te beginnen. Wat was het laatste nieuwe biertje wat je hebt gedronken? Oeh, dat is een hele goede vraag. Dat is in Slovenië geweest. En ik zou je de naam van het bier niet meer kunnen vertellen. Maar om te voorkomen dat ik het nooit meer terug kan halen, sla ik ze allemaal op in een appje. Oké, maar die kun je nu even niet voorstellen. Die heb ik zo niet paraat. Dat komt later misschien nog terug. Maar goed, wij zijn dus de grootste exporteur van bier. Wat exporteren we vooral? Belgisch bier wordt veel geëxporteerd. Als het aankomt op speciaal bier. Belgisch bier, maar wat exporteren we vooral als Nederland? Ja. Ik denk voor het overgrote deel pils. Overgrote deel pils, ja. Maar is dat bewegende? Wordt dat meer, gaat dat ook meer richting speciaal bier? Nou, als het aan ons ligt wel, want daar richten wij ons op. In de verkoop van speciaal bier in de verschillende Europese landen. Maar het gros van het volume wat je net aanhaalde, dat komt denk ik bij de global brouwers vandaan, bij de grotere brouwers vandaan. Die dat naar markten als Verenigde Staten, China exporteren. Maar goed, je ziet die grote brouwers ook steeds meer kleine brouwers binnenhalen. Speciaal bier zelf willen ze ook zelf gaan maken en gaan verkopen. Is er een beetje een bierrevolutie gaande de laatste jaren? Zeker, dat zou ik wel durven zeggen. En volgens mij is Michel daar een heel goed voorbeeld van. Nee, er is zeker een revolutie gaande en die heeft al een aantal jaren geleden heeft hij zich ingezet in de Verenigde Staten. En het mooie is dat hij ook nu het Europese land bereikt heeft. Ja, dat kan jij bevestigen. Er is een bierrevolutie gaande. Ja, waar pils eigenlijk, ik denk nu 30 jaar geleden, al een kleine aanval kreeg van toen de import van Belgisch bier. Merk je dat de laatste 10, 15 jaar meer de Amerikaanse stijlen erbij zijn gekomen. Dus meer waar het Belgisch bier meer mout gedreven is. Dus wat meer zoetig en wat voller. Merk je dat de Amerikaanse invloed veel meer hop gedreven is. Dat is de IPA's, session IPA's, maar ook tegenwoordig sours en barrel-aged bieren zijn veel meer gestoeld op het Amerikaanse voorbeeld. En daar de craft beer revolution die daar nu de 15 tot 20 jaar geleden zeg maar gestart is en ondertussen is overgewaaid naar Amerika of vanuit Amerika naar Europa, maar ook zelfs naar andere continenten. Ja, want die biertjes die je hebt meegenomen hier, de Jopen biertjes, ik zie hier twee soorten staan, dat zijn daar typische voorbeelden van? Ja, dus de IPA, de onze Noordzee IPA, de internationale naam voor de mooie NL IPA. En Superdupa is dan Dutch Pale Ale, dus een lichtere variant, maar allebei hop forward. Dus wat dat betreft veel meer beleving in geur en smaak vanuit de grote hoeveelheid hop die erin zit. Ja. Als je wil mag je er eentje openmaken hoor, de vijf zit in de klok, dus laten we dat doen. Maar ondertussen kan je me eens vertellen, van, ja, hoe belangrijk is die export nou eigenlijk voor jullie? Nou, het is niet dat het... ik denk dat bij veel grote brouwerijen in Nederland export veelmaal groter is dan de nationale omzet. Bij ons is dat nog niet zo. Dus het merendeel van wat wij verkopen blijft nog in Nederland. Maar je merkt wel dat export groeiende is. En dat ook steeds meer landen craft bier geïnteresseerd raken. En daardoor ook op zoek gaan naar wat is er dan allemaal voorhanden. En ja, dus wat dat betreft doen wij daar ook aan mee. En gaan we ook gewoon actief op zoek naar landen om de export te laten groeien. Ja, want dit is bijvoorbeeld een biertje wat jullie niet eens voor de Nederlandse markt hebben ontwikkeld. Nee, deze is de Superdupa is ontstaan eigenlijk uit de vraag vanuit Zuid-Europa. Waarbij ze zeiden, ja, die IPA is al heel erg lekker, maar bijna 7%. Ja, dat is toch wel wat zwaar voor de landen waar de zon wat meer schijnt dan in Nederland. Ja. En wij willen eigenlijk iets meer doordrinkbaar. En vandaar dat we dan de Superdupa met 5,5% hebben ontwikkeld. Ja, dat is enerzijds omdat het lichter is qua drinken en in het zonnetje het wat langer volhoudt. En anderzijds zijn er ook een aantal landen die
een wat ander stelsel hebben wat betreft accijns. En in Nederland is de zwaarste accijnscategorie eigenlijk gewoon één categorie. En dan maakt het niet meer uit of het nou 6% is of 12%. Maar er zijn ook landen waar dat echt per procent betaald wordt. Dus een bier wat bijna 7% alcohol heeft, is dan ook echt alleen al qua accijns veel duurder dan een bier met 5,5%. Oké, dan wordt het dan in de winkel of aan de bar ook een stuk duurder. Ja, ja. Make it. Nou hebben jullie fantastische namen in het assortiment. Schillen Blond, Meesterstuk, Wheat, mag het zeggen, mooie Nel, Mallebabbe. Beetje moeilijk verhaal in het buitenland. De naam van de brouwerij is al moeilijk uit te spreken. Ja. Ja, dus vandaar dat we bij sommige bieren er wel voor kiezen om te zeggen van oké, als dat echt een bier is wat we verwachten dat het meer gaat doen in het buitenland dan gewoon een eenmalige zending. Ja, want we doen ook heel veel limiters die gewoon eenmalig zijn. Zoals Mooie Nel IPA, ons huis IPA, dat is ook een groot exportproduct. Hebben we gezegd oké, Mooie Nel, dat is echt wel een tongbreker. Dus die hebben we vertaald naar North Sea IPA. Beetje met een knipoog naar de Amerikaanse East Coast en West Coast IPA's. Nou ja, wij hebben onze eigen kust, namelijk de Noordzeekust, dus Noordzee IPA. Ja. We zijn zelf ook even naar het buitenland gegaan, het dichtstbijzijnde buitenland, Antwerpen. Maar toch een beetje het hol van de leeuw, zou je zeggen, voor een Nederlandse brouwer. We zijn daar in de Beer Lovers Bar geweest en daar wordt aardig wat Hollands bier geschonken. Heel goed. Klinkt misschien gek, maar in Nederland maken ze eigenlijk ook zeer leuke en zeer goede bieren. Ze zijn wat gevarieerder, zal ik zeggen, in de stijlen dan de Belgische bierstijlen. Er zijn heel wat in België zijn heel wat brouwerijen vrij conservatief. Ik denk dat ze een beetje sneller de omschakeling gemaakt hebben dan de Belgen naar het ontdekken van nieuwe dingen. Dat komt ook enigszins omdat er heel wat nieuwe brouwerijen zijn opgekomen. En die maken stijlen die voor heel wat Belgen niet zo gekend zijn. De Nederlanders zijn slim om hun bieren goed in de markt te zetten. De juiste kanalen aan te spreken, de juiste contacten te leggen met bijvoorbeeld grote distributeurs. Om kleine brouwerijen die eigenlijk geen grote oplages brouwen, toch goed te verspreiden. De niet-alcoholische bieren in Nederland, ik denk dat ze daar ook bijvoorbeeld veel beter in zijn op dit moment dan de Belgen. Ik ken geen niet-alcoholische Belgische bieren die ik echt lekker vind. En in Nederland zijn er al wel een paar brouwers die daarmee bezig zijn. Dus ik denk ook dat dat in de toekomst een trend is die alle brouwers gaan moeten in doog houden. Low alcohols en niet-alcoholische bieren. Creatiever hoor je en alcohol, minder alcohol of geen alcohol. Eerst even dat creatieve. Zijn de Nederlandse brouwers creatiever? Ik weet niet of ze creatiever zijn dan de Europese brouwers, andere Europese brouwers. Maar we zien wel heel veel creativiteit terug in de recepten, in het design, in de namen. Dus ik denk ook wat dat betreft is die craft-industrie, die craft-revolutie ook echt iets wat je terugziet in het design, de naamgeving en de receptuur. Ja, Michiel, hoe verkoop jij je bier in Duitsland of in zo'n bierland als België? Nou, ik denk dat die creativiteit één deel is. Hè, dus je kunt, doordat wij niet last hebben van de geschiedenis, zeg maar, die Duitsland en België hebben, dat ze heel lang zijn vast blijven houden aan de stijlen die typisch zijn voor dat land. Nou, Nederland heeft zeg maar een eeuw opkomst gehad van pils. Dat is een soort verschaling geweest. Maar het voordeel daarvan is dus dat het palet weer leeg is en je weer vrijuit kunt gaan schilderen. Dus dat betekent dat alle brouwers die in Nederland de laatste 10, 20, 30 jaar zijn begonnen, ook de vrijheid hadden om te zeggen van, nou weet je wat, ik ga gewoon zelf bepalen wat ik wil gaan maken. En ik hoef niet een Belgische stijl of een Duitse stijl of welke stijl dan ook te nemen. Maar ik kan vrijuit mijn eigen fantasie laten gaan. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat kwaliteitsaspect wel in het oog blijft worden gehouden. Dus je kan wel zeggen, ja, ga maar helemaal los, ga maar helemaal gek. Maar het moet wel blijven kloppen. En een bier moet na een half jaar of een jaar ook nog steeds goed smaken. Ja. En dan heb je dat alcoholvrij. Dat moet toch pijn doen voor een man zoals jij en een vakman zoals jij. Het is toch een beetje vloeken in jullie Jopenkerk, zou ik zeggen. Zo dacht ik in het begin wel over. Totdat je het dus gaat proberen en wat gaat experimenteren. En ook wij hebben nu een 0,3% IPA. En ik merk toch dat, voor ons is de omzet in de kerk het eerste referentiekader, want dan zit je direct op de consument en je merkt direct de reactie. En als ik zie hoeveel, dat heet dan bij ons nonnetje, hè, de non-alcohol IPA, dus het Jopen nonnetje, hoeveel daarvan verkocht wordt in de kerk, dan merk je dat het publiek daar echt heel erg op zit te wachten om wel bijzondere smaken te hebben, zoals de reguliere craftbieren, maar toch lager in alcohol. En dat begon al met Session. En als het dan al helemaal richting alcoholvrij kan gaan, ja, dan merk je dat er een groot deel van het nieuwe publiek, hè, dat zijn echt de 20'ers en de 30'ers, die zeggen van ja, ik wil gewoon zelf bepalen van als ik geen alcohol wil ik toch iets lekkers. En als ik dan wel met alcohol ga,
Nou, dan wil ik al helemaal op bepalen van dat vind ik een mooie smaak en ik wil meer experimenteren en ja. van nieuwe brouwerijen, kleinere brouwerijen. En we zagen het net al even, natuurlijk jullie kerk in Haarlem, natuurlijk in Nederland inmiddels al bekend aan het worden. Verkopen jullie je internationaal ook met dat verhaal van we zitten in een kerk? Nou, niet zozeer van we zitten in een kerk, al zijn het dat je de link wil leggen naar trappistenbier of kerkelijkheid, maar wel van wij hebben een kerk gered van de ondergang. Als we het niet hadden gekocht en hadden verbouwd tot cafébrouwerij wat het nu is, dan was de kerk gesloopt geweest. Dus je haalt een beetje dat verhaal van het geloof eruit. Hè, zo van, we zijn niet gelinkt qua geloof aan een kerk. Maar we hebben gewoon een hele mooi pand gevonden. Kom daar vooral ook kijken. Kom daar vooral ook de bieren proeven. Maar ook bier-spijscombinaties proeven. Ook masterclasses proeven van kaasimporteurs, oesterimporteurs, chocolatiers. Die met hun vakmanschap weer een link maken naar wat kan je doen met bier-spijscombinatie. Met verschillende bieren en verschillende andere producten. En daarmee mensen te enthousiasmeren. Ik ben al aan de laatste vraag toe. Sebastiaan, kijk, ze hebben dat mooie verhaal met die kerk erbij. Jij hebt alleen, met al respect, een website waar je die bier verkoopt. Nou, daar kan ik je in verbeteren, want het is juist mooi. Het platform Beerwolf.com is niet alleen selling the product, maar ook telling the story. En het zijn dit soort fantastische verhalen, ambachtelijk product, mooie brouwers, historie in panden, wat een bezoek aan die site extra de moeite waard maakt. Al was het alleen maar om die kennis op te doen en daarna te genieten van zo'n overheerlijk bier. Ja. Kunnen we nog in het buitenland ook Jopen Kerken gaan verwachten in de toekomst? Als het aan mij ligt, wel. Ja. Okay. Het is in mooie steden die bier geïnteresseerd zijn en openstaan voor hergebruik van kerken, zijn wij voor. Okay, dankjewel. Nou, dit was het weer voor vandaag. Alle uitzendingen die wij hier hadden met Jan-Peter Balkenende, de export van voetbal, terug te kijken via YouTube, via Facebook, via rtlz.nl. En tot volgend jaar, tot de volgende trends in de export. Proost.